ook met Ben helpen, maar ook iemand van Beek met. Beste wensen iedereen, jongens. Beste wensen voor morgen. Goedemorgen. Goedemorgen. Gert Kruis, ja, allerbeste wensen voor het nieuwe jaar. Hetzelfde. Heel veel gezondheid, succes. Dank u wel. En we hopen dat dit gaat uitmonden in een promotie natuurlijk, maar dat hopen wij met z'n allen, niet alleen de supporters, maar jullie waarschijnlijk ook. We hopen het. Het is er nog gebruikelijk geweest dat wij als supportersvereniging bij iedere nieuwe trainer een taart aanboden. Ik heb het gezien. We hebben het er intern over gehad en wij vonden het eigenlijk niet zo gepast omdat er te weinig te vieren viel. En we hebben iets van, nou kunnen we die taart niet beter bewaren tot na de promotie. Dat leek ons een beter idee. We hebben wel iets gehad om je warm te houden. Dit is voor de winter, die kan je vast omdoen. Top, dankjewel. En helemaal, om het nou echt warm te krijgen, hebben we een lekkere fles goede wijn voor je gekocht. Daar krijg je het warm van. We hopen dat wij het warm krijgen van het spel van Sparta. En dat we echt gaan presenteren in de lang verwachte stap naar boven naar de Eredivisie. Mooi gesproken. Heel wat succes. Bedankt. Oké. Okay. En ik zal mijn uiterste best doen met je. Zet hem op. Oké, we vertrouwen erop. Dankjewel. Gert Kruis, nou is het een traditie bij deze club dat de eerste trainer een taart krijgt. Maar vanmorgen kreeg je geen taart, hè? Dat lijkt me wel logisch. Als ik naar het gewicht van me kijk, is dat terecht, denk ik. Nee, dat was een andere leuke geste. Ik heb een fles wijn gekregen en hele mooie woorden. Dus dat was hartstikke leuk. Ja, mooie woorden, want ze hadden het erover. Ja, het is eigenlijk geen feest dat er weer een nieuwe trainer staat. Er is zoveel stal in korte tijd bestek. En ze verwachten eigenlijk maar één ding van jou, promotie. Allereerst het antwoord op je eerste vraag. Ja, logisch is natuurlijk, de andere trainer was maar een half jaar en Arjan heeft het ook maar kort gedaan. Dus ja, kan ik me dat ook wel voorstellen. Ja, het andere, ik denk dat de situatie niet anders is als aan het begin van het seizoen. Als je trainer wordt bij Sparta, dan is er een verwachtingspatroon. De realiteit is wel dat het halverwege is, dat er al 22 wedstrijden zijn gespeeld en Sparta op de vierde plaats staat. Maar we zullen met de jongens en ook de trainers er alles aan doen om nog te gaan proberen om ervoor te gaan. Maar Dordrecht is de grote favoriet. Zij staan met 8 punten voor. Willem II zit eigenlijk een beetje dezelfde situatie als Sparta. Werken met een nog hogere begroting, dus daar is de druk ook heel erg groot. Een maatje van me, Jean-Paul de Jong, doet het voortreffelijk met Eindhoven. Die zit er ook nog tussen. Ja, en VVV, Sinclair, heeft ook heel veel druk en moet eigenlijk ook terug naar de Eredivisie. Ja, en er is er maar één die kampioen kan worden in de Super League. Dus bij diverse clubs druk. En bij Sparta blijft de situatie onveranderd. Willen graag promoveren. Ja, wat dat betreft is de eerste wedstrijd naar de winterstop direct een misschien wel cruciale. Willem II thuis. Nou, die is heel belangrijk. Dat is natuurlijk een directe concurrent. Die staat in het rijtje. Die eerste vier. Daar is ook de druk groot. Zij gingen onderuit tegen Excelsior, vlak voor de winterstop nog. Excelsior, wat ook heel goed aan het voetballen is. Misschien er ook nog wel bij gaat komen. Je weet het nooit. Maar Willem II heeft dure punten toen verspeeld. En voor hun geldt hetzelfde als voor ons. Dat is een, zoals wij noemen, een 6-puntenwedstrijd. Je noemde het zelf al. Dordrecht is in jouw ogen de favoriet. Nou, het gekke is dat je precies een jaar geleden in Dordrecht stapte. En een jaar daarna sta je hier bij Sparta. Ja. Hoe kijk je toch nog even terug op die kortstondige periode? Ik heb al meer gezegd. Daar komen we niet meer op terug. We hebben nu een nieuwe situatie. En ik bedoel, dat heeft helemaal geen nut om daar nog op terug te komen. Maar voor jou zou het wel heel mooi zijn als je nog boven Dordrecht weet te eindigen en eventueel dus kampioen weet te worden. Ik ben niet belangrijk. De club is belangrijk. Ik dien het belang van Sparta. We hebben ook tegen elkaar gezegd, de trainers, de begeleiding. Dit is een club, nou, dat ademt voetbal en wacht al een hele tijd. En we zullen er alles aan doen. En, nou, ik heb van de week nog gesproken met de trainer van Dordrecht, Harry van der Ham. Zij zitten natuurlijk enorm goed in hun vel. Hebben heel veel spelers. Die komen ook terug van blessure. Maar goed, wij moeten naar onszelf kijken. We moeten zelf zorgen met Sparta dat we heel veel punten gaan pakken. En hopelijk komen we in een positieve flow. De jongens die, als ik ze vandaag zeg trainen, nou, dat straalt er wel vanaf. Dus dat moeten we eigenlijk ook tegen Willem II zien. Ja, welke opdracht heb je meegekregen van William Vloed? Nou ja, wat ik net al zei, de opdracht is onveranderd. Een club als Sparta wil graag promoveren. En de leiding heeft gezegd van nou laten we ervoor gaan. En dat is voor elke trainer hier de opdracht. Ga voor promotie-kampioenschap. Heb je al een beetje voor ogen hoe je het wil gaan aanpakken?
Nou goed, ik heb een aantal wedstrijden zitten kijken. Ik heb ook een paar wedstrijden van Sparta live kunnen volgen. Ik ben nog niet zo lang geleden was ik bij de derby van Sparta Excelsior. Dus ik heb Sparta in levende lijven gezien. Ik heb heel veel info gekregen van William Vloed, van Leo Beenhakker. Ik heb heel veel info van de trainers, van Peter van den Berg, van Frank Kooijman, van John de Wolf. Dus ik ben me een beeld aan het vormen en ik zie die groep. En we hebben een paar weken. Er is ook een trainingskamp ingelast. Dus dan kan ik nog met de trainers een beter beeld van die groep gaan krijgen. Ik denk dat het wel het meest belangrijke is dat we als Sparta zijn. Dan weet je dat je moet aanvallen, dat je veel wedstrijden moet gaan winnen. Ik heb het wel in mijn hoofd, maar of dat er allemaal uit gaat komen, dat moet nog wel blijken. En de technische staf met John de Wolf, met Peter van den Berg, is het staf die jij hebt samengesteld? Nou, we hebben in onderleg overleg met Leo Beenhakker, met William Vloed en ondergetekende hebben we elkaar gezeten. En met z'n drieën hebben we gemeend om dat zo te gaan doen. Komen er ook nog spelers bij, en zeker wat jou betreft? Nou, dat zijn zaken die daar moet je bij William Vloed zijn. Dat zijn de afspraken bij de club. Alles is hier ook prima vastgelegd. Dus dat is ook vastgelegd dat daar William Vloed de man is die daar de uitspraken over doet. Ook over bijvoorbeeld Noordin Boukari, die al langere tijd meetraint en waarvan... Hetzelfde. Dus wij leggen dat neer bij William. En William zal dat naar jullie communiceren. Het is snel gegaan toen je benaderd werd. Is het allemaal goed geregeld allemaal met IJsselmeervogels? Ja, dat is uitstekend geregeld. Ik heb daar met heel veel plezier kunnen werken. En dat is ook op een hele goede manier gegaan. Het moment dat ik met Sparta ben gepraat, heb ik dat gemeld. Nou, er waren een aantal zaken die Sparta met IJsselmeervogels moest oplossen. Dat is opgelost. De zaken met de trainer en IJsselmeervogels zijn opgelost. Ik heb uitstekende relatie nog steeds, ook bij de vogels. Sterker nog, ze hebben me ook nog om advies gevraagd over een aantal dingen. Dus dat is in een hele prima verstandhouding gegaan. Is het toch moeilijk als je halverwege in een groep stapt? Toevallig gebeurde dat vorig jaar ook bij Dordrecht. Toen waren er heel veel problemen, hè, met name op het menselijke vlak, toen Theo Bossen erg slecht aan toe was. Nu kom je ook tussentijds bij een club waar ook heel veel problemen zijn geweest met twee trainers die er al een korte tijd zijn geweest. Nou ja, de situatie is heel anders, denk ik. Maar nogmaals, ik over dat vorige hoofdstuk Dordrecht heb ik een streep onder gezet. Ja, dit is een hele andere situatie. Ik realiseer me wel, Sinclair, dat het een loodzware klus is. Maar het is wel een enorme uitdaging. Ik heb tegen de jongens gezegd, ik zeg het opnieuw, dat het voor mij een enorme eer is om als trainer bij Sparta aan de gang te gaan. En natuurlijk zie ik ook wel hoeveel trainers er hier niet zijn geslaagd. Maar ja, dan wordt de kans des te groter. Het komt steeds dichterbij dat er ooit een trainer wel weer het heel goed gaat doen. Adrie heeft ook pech gehad, denk ik. Na twee minuten, geloof ik, van een Eredivisieschap verwijderd. Ja, dat was te kapen. Jawel, nee, maar hij werd nieuwe trainer. Hij heeft daar bijvoorbeeld de naweeën van ondervonden. Tuurlijk heeft Henk ten Katen dat voortreffelijk gedaan toen, maar... Ja, dan ga je toch weer in seizoen Eerste Divisie in. En dan moet jij als nieuwe trainer... Dus dat is niet makkelijk. En voor mij is het nu een hele andere situatie. Ik kom uit een situatie waarbij we heel veel wonnen. En de club stond bovenaan. Dus ik ben heel fris en gretig begin ik hier. Ja, nogmaals, wij kunnen alleen maar keihard werken met deze groep. En nogmaals, ik vind het wel een aardige groep. Dus ik hoop wel dat we daar wel wat meer kunnen uithalen. Dat clublied van Sparta uit je hoofd? Ja, ik ken wel die laatste, hè, van de SPARTA. Dus dat, ik vind het altijd wel een mooi lied, maar ik ben ervan overtuigd dat Ben Wessels me dat nummer wel helemaal gaat leren.